Mijn werkdag zit erop en ik ga even lekker buiten een rondje lopen. Het is mega bewolkt en ook best wel donker. Kijk, wacht. Zie je? Best wel donkere wolken. Maar dat zag ik vanuit mijn kamer. En in mijn kamer staat gewoon de airco aan. Dus daar was het best wel fris. Dus ik denk, ik neem een trui mee. Maar het is echt bloedheet. Ik voelde het nog steeds gewoon als 30 graden. Het is gewoon letterlijk hetzelfde als je in Spanje loopt in de zomer. En het is bewolkt, zeg maar. En eind van de dag bewolkt. Zo voelde het gewoon heerlijk warm. Dus die trui was echt niet nodig. Maar het staat wel leuk bij de outfit. Dus ik heb een sportbroekje aan. Van hockey. En gewoon een wit topje. En een groene mason trui. Dus ik ga nu eerst even lekker buiten een rondje lopen. Want het is het chill weer. En daarna zie ik wel wat ik ga doen. Ik wilde misschien weer even sporten. Maar moet ik even kijken. Ik heb dan namelijk spierpijn. Dus ik moet even kijken of ik daar zin in heb. Of dat ik het alleen bij het lopen hou. Ik loop nog buiten, maar het regent. Dus ik ben nu snel terug aan het lopen. Maar ik was zelf terugweg. Maar ik heb mijn trui aangetrokken. Want ik heb geen zin op mijn haar nog. En het waait ook. Gelukkig nu valt mee, maar nu waait mijn haar niet aan de kant op. Niet hoe wild het zit. Maar ik ben nu al teruggelopen. En dan ga ik naar binnen. Goedemiddag. Vandaag is het vrijdag. En mijn werkdag zit al op. Ik ben alweer in mijn kamer. Ik heb een bijzonder werkdag. Dus vandaar dat ik nu ook pas film. Gewoon gewerkt. En verder heb ik vanavond ook geen plannen. Gewoon lekker chillen, bijkomen van de werkweek. En dan ga ik maandag alweer mijn laatste 2 weken in. Oh mijn god. En vandaag is het trouwens niet mooi weer. Het is vandaag 15 graden, denk ik. Doe dat in één keer zo om. Kan slaan vergeleken met gisteren. Gisteren was het 31. En vandaag is het 15. Het is nu 13 graden. Maar het was op zo'n warmste dag 16 graden. Maar gisteren 31, nu 13. Het is zo bizar hoe dat hier in één keer zo om kan slaan. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik loop al buiten. En ik ga namelijk naar een museum in DC. Ik wil namelijk heel graag naar Natural History Museum. Dat is eigenlijk het laatste waar ik nog... Maar van alle museums waar ik naartoe wilde, waar ik nog niet was geweest. Dus, en aangezien dit mijn soort van mijn laatste vrije weekend... Ja, dat klinkt een beetje overdreven, maar... Volgende week heb ik een Virginia Beach toernooi. Dus ben ik het hele weekend weg. En die weekend naast Sienna er. En dan wel ook al een hele planning waar die niet op staat. Dus ik dacht, ik heb vandaag niks te doen. Ik ga lekker naar het museum. Ik heb ook expres niemand meegevraagd. Want eigenlijk merkte ik de vorige keer dat toen ik in de kerstvakantie naar het museum was geweest. Dat gewoon veel chiller is dan met iemand. Omdat je gewoon letterlijk je eigen tempo kan aanhouden. En niet hoeft te wachten of te haasten voor iemand anders. Dus daar ga ik nu naartoe. En verder weet ik nog niet. Ik wil vanavond nog even sporten. Even brood bakken, denk ik. En ik zie wel hoe leuk het museum is. Misschien ook nog eventjes naar American History. Daar heb ik nog niet alles gedaan en die zit ernaast. Dus misschien ook daar nog even naartoe gaan als ik tijd over heb. Maar het is nu volgens mij 11 uur. Dus ik heb genoeg tijd. En ik wil nog misschien heel eventjes naar Five Below. Dat is een winkel waar ik al heel lange tijd naartoe wil, maar het ook niet naartoe komt. Dus misschien dat ik daar even langs ga op de terugweg, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik loop nu weer buiten en het was echt mega druk daar binnen. Het was op zich wel een prima museum, maar wel, je merkt wel echt dat het best wel veel gericht was op kinderen. Maar ik heb even, denk anderhalf uur daar rondgelopen. Ik heb niet alle exposities gedaan. Ik heb alleen de zee en zoogdieren en ontslavende mensen zeg maar, gedaan. Het was op zich wel interessant. En nu loop ik even naar het White House Visitor Center. Want daar kun je dus ook naar binnen en daar ben ik nog niet geweest ook. Dus ik dacht, ga dat ook even doen. Dus daar loop ik nu naartoe. Ik loop weer buiten. En ik heb denk ik echt anderhalf uur daar binnen gelopen. Het was echt best wel interessant. En het was gewoon een soort mini museum.
Nou, het was nog best wel groot. Gewoon een museum over alles in en over het Witte Huis en de president en zo. Dus ik vond het best wel leuk. En ik ga denk ik nu weer richting huis, want het is best wel koud. En ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. En nu ik hier zo rondloop, besef ik wel van dat ik dus over 2,5 weken gewoon weer thuis ben. En dat ik deze stad echt zo ga missen, want ik kom zo thuis in deze stad. Het is zo'n chille stad en ik weet niet, ik voel me hier gewoon heel erg thuis. En ja, ik kan niet echt omschrijven waarom. Het is ook nooit zo heel druk. Het is vandaag best wel drukker dan ik normaal gewend ben. Maar het is zo'n relaxe stad. Echt een van mijn lievelingssteden om te wonen. Ik zou zo in deze omgeving kunnen wonen. Het is echt... Ja. En ik ga het hier echt mee missen. Maar ik weet sowieso dat ik hier ooit nog wel terug ga komen. Want... Ja, ik weet niet. Het staat sowieso wel hoog op mijn lijstje om ooit nog terug te gaan. Maar het is zo'n mooie stad. Als jullie ooit twijfelen te gaan, doen. Ik ben nu klaar. Ik loop weer terug naar mijn kamer. En ben kapot. Ik ben bezig met brood bakken. Dus daarom ga ik nu ook snel weer terug. Want het zit in de oven. Maar ik heb wel lekker gesport. Ik ben echt kapot. Maar ik heb vanavond niks gepland. Dus ik kan lekker chillen, niks doen en film kijken. En dan lekker vroeg slapen. En ik ben alweer onderweg naar hockey. Ik heb al werk te gaan opzitten. En het is weer heerlijk weer zoals je ziet. Zon schijnt, het is maar iets van 18 graden, maar het voelt wel warmer. Want ik heb letterlijk alleen mijn t-shirtje aan. En het is gewoon heerlijk in de zon. Echt in, alleen de schaduw is het zeg maar nog een beetje fris, maar in de zon is het heerlijk. Maar ik ben helemaal niet buiten geweest. Dus ik wist helemaal niet, ja, het zag er natuurlijk wel gewoon zonnig uit. En dat, ik wist dat het 18 graden was. Maar het is echt lekker buiten. En ik heb dus nog, ben nu onderweg naar hockey. Dan heb ik dus vanavond nog hockeytraining. Woensdag nog hockeytraining. En dan die maandag en dag één keer hockeytraining. Dan zit mijn hockeytraining erop. En dan heb ik dus nog wel wat wedstrijden, zeg maar. Dus het aankomend weekend Virginia Beach toernooi. Dat is het NFHL, National Field Hockey League. Dus daar heb ik dan sowieso nog wedstrijden. En mijn laatste weekend heb ik ook nog een wedstrijd. Dus ik heb nog wel wedstrijden, meer wedstrijden dan trainingen. Maar nee, gek dat het dan... En dan ga ik daar nu weer lekker met mijn eigen team mee trainen. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Om daar weer lekker mee te gaan hockeyen. Maar ik ga het hier ook wel missen, want dit is ook wel echt een leuk team, deze meiden. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ben weer onderweg naar kantoor. Het wordt vandaag best wel mooi weer. Het wordt volgens mij iets van 25 graden. Dus dat is best prima. En ik heb vandaag een zakenlunch, dus daar heb ik zin in. En weer gewoon heel erg op kantoor. En dan wil ik, als het lukt, nog even daar naar de gym gaan. En dan heb ik om 7 uur afgesproken met een meisje uit mijn gebouw om samen te gaan eten. Dus ik moet even kijken of ik het heb met gym en 7 uur afgesproken te hebben. Maar ik ga het best doen. Ik hoop dat het lukt. Ik denk het wel op zich hoor, anders doe ik het iets korter. In ieder geval naar de gym kan. Maar ik ben dus nu bijna bij de metro. En dan ga ik lekker naar werk.
mijn werkdag zit erop. En ik sta nu in de gym. Ik ben nu even aan het warm lopen. En dan ga ik even lekker sporten. Ik sta alweer in de kleedkamer. Dus mijn gym sessie zit erop. En best prima gehad. Niet heel lang gedaan. Want ik kreeg en wat van benen. En ik heb zo om 7 uur afgesproken met een meisje uit mijn gebouw, zeg maar. Om nog een keer samen te gaan eten. Dus ik heb om 7 uur met haar afgesproken bij een metrostation. Dus daar kan ik natuurlijk niet te laat voor zijn. Dus ik ga nu snel douchen. En dan ga ik die kant op. Dus ja. Maar verder, oh ja, vandaag had ik ook... zeg maar, sommige meetings die ik heb, die zijn bi-weekly. Dus dat betekent dat ik ze om de week heb. Daarvan had ik er 2 vandaag. En in beide is er maar 1 was de grote meeting met het hele educatieprogramma. En daarin mentionde iemand ook van, jongens, dit is de laatste meeting van Kim, want ze gaat hier naar huis en er kijkt hier zit op. En toen ging ze allemaal klappen en toen moest ik vertellen, toen werd ik me gevraagd wat ik hierna ging doen. En gingen ze zeggen hoe dankbaar ze voor me waren geweest en gingen ze klappen. Voor mij werd ik een beetje rood of zo, want ik weet niet, als ik dan zeg maar niet verwacht dat ik zo op de spot zeg maar word gezet, word ik daar een beetje ongemakkelijk van of zo. Dus ik had niet verwacht dat ze überhaupt, nou, wel dat ze het wisten, maar dat ze het gingen benoemen en dat ze dus echt hoe dankbaar ze zijn en hoe blij ze met me de afgelopen tijd zijn geweest en hoe goed ik mijn werk heb gedaan. Dus dat is allemaal heel leuk om te horen natuurlijk, maar het was zo, dus ging je klappen, dus ik weet niet hoe ik moet reageren, maar het was wel echt super lief al, vind ik heel al. En ook een andere meeting, maar die was veel kleiner, zeg maar deze was met het hele educatieprogramma en die andere was... Maar met 5, 6, 6, waarvan 3 van communicatie, waarvan ik er dus 1 ben. Met z'n 6, waarvan 2 dus van mijn communicatieteam zijn. En 3 dus niet. Dus dat is veel kleiner. Maar nee, wel echt super lief dat ze uitspreken hoe dankbaar ze zijn. En hoe goed ik mijn werk heb gedaan de afgelopen maanden hier. Dus dat is echt heel fijn. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en ik loop weer naar werk toe, eerst naar de metro. Het wordt vandaag weer lekker warm, het wordt vandaag 28 graden als het goed is. Dus ik heb ook een jurkje aan en ik heb mijn hockeyspullen weer mee, want ik heb vanavond weer hockeytraining. En dit is mijn allerlaatste, woensdagtraining, want volgende week hebben we eigenlijk nog op woensdag training, maar dan komt CN, dus ga ik natuurlijk niet trainen. En heb ik alleen nog de maandagtraining als enige training over. Zo gek om te bedenken. Dus dit is mijn allerlaatste woensdagtraining. Oh mijn god. Heel gek om te bedenken. Maar ja, dus vanavond de laatste training, de woensdag. En dan is dit weekend Virginia Beach toernooi. Het is alweer eind van de middag en ik ben weer onderweg naar hockey en ik heb mijn outfit aan, mijn meeste outfit, niet wedstrijd, maar gewoon trainingskleding. Het is heerlijk warm, het is 28 graden, het is nog bloedheet. Ik heb lekker buiten gewerkt, weet niet of je het ziet aan mijn hoofd, maar ik heb een kleurtje een beetje. Je ziet en kijk hier, maar dit was van vorige week al. Je hebt een lelijk lijntje op je armen van je t-shirt. Dus dat is wat minder, maar ik ga nu snel naar hockey. En... dan heb ik mijn laatste woensdagtraining gezet. Dus. En werk was trouwens ook chill. Ik heb lekker productief geweest. Weer lekker klassieke muziek opgezet, want ik was ochtend alleen. Dus heb ik lekker klassieke muziek geluisterd. En dingen gedaan die ik moest doen. En ja, dus ik ben lekker productief geweest. Dan hoef ik alleen nog morgen te werken. Want vrijdag hebben we dus al het hockeytoernooi. Waar we naartoe gaan. We trekken in de ochtend. En we hebben om 1 uur in onze eerste wedstrijd dus iets van 4 uurtjes te rijden. Als het mee zit. Ja, ik heb er zin in. Ik ben alweer bijna thuis van hockey. Het was een prima training. Laatste training voor Virginia Beach Toernooi. En ik loop nu meer richting huis. En het is nog prima weer. Want voor mij is het echt nog iets van boven de 25, denk ik 6, 27 graden nog. En dat voel je ook wel, het is toch heerlijk weer. En nu ga ik dan naar huis en dan ga ik even lekker douchen.
en daar slapen, denk ik. Oh nee, ik moet nog even de was doen, want ik moet nog wat wassen voordat ik naar Virginia Beach ga. En daar, dat moet nog drogen, dus ik moet het eigenlijk al vanavond doen. Maar dit was de vlog van deze week. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag, of van deze week. En tot volgende week. Doeg!